hebben heel veel debat gezien in de vakbond rondom het thema VDL en bomenkap. Hebben jullie hierover gelezen? Ja, iets over meegekregen? Oké, nou niet iedereen, hoor ik. Dus we gaan er even voor zorgen dat we dit duiden. Dus ik wil graag naar voren roepen Jesse Oberdorf. En die gaat ons iets vertellen over het vakbondsperspectief. Komt-ie. Bondsbeschermers, laat je horen! Bondsbeschermers, laat je horen! Heel goed! Fantastisch dat jullie allemaal zijn. Mijn naam is Jesse. Ik ben opgegroeid in deze streek. In de Jong van Nattenhoven. Dat zegt de mensen hier nog wat meer. Een paar kilometer verderop. Ik zie deze meneer knikken. Die is vast met het pontje naar België over geweest. Dat is waar ik vandaan kom. En ik ben ook actief bij de vakbond. Met name bij de klimaatwerkgroep van vakbond FNV. En voor de jonge mensen onder ons. Wat is een vakbond ook alweer? Bij een vakbond zitten mensen die werken, die graag zouden willen werken of die gewerkt hebben. En die zich samen organiseren voor hun eigen belangen en de belangen van anderen. Eigenlijk net zoals in de klimaatbeweging dus. En de afgelopen dagen is er heel veel gebeurd. En er is nog meer gezegd en geschreven over de werknemers van Netcar. En dinsdag organiseerden ze zelf een demonstratie. En in de media wordt een beeld geschetst alsof klimaatbeschermers en werknemers lijnrecht tegenover elkaar staan. Een beeld dat natuurlijk door de directie van Netcar gretig wordt gevoed. En dat terwijl enkele werknemers het tijdens die demonstratie eigenlijk heel duidelijk zeiden. Ze verwoorden het heel mooi. Ze zeiden, we zijn niet tegen natuur, maar wel bezorgd om onze banen. En die bezorgdheid is terecht en die is ook niet voor het eerst. Want de werknemers van Netcar leven al jaren van reorganisatie naar reorganisatie. Van baas naar baas. Om de zoveel jaren weer nieuwe onzekerheid. Over hun inkomen, over hun familie, over hun leven. En het is een stuk moeilijker om je zorgen te maken over een bos als je in die onzekerheid verkeert. En wat die werknemers van Netcar nodig hebben is perspectief. Een verhaal over wat er met hun bedrijf, met hun baan, met hun inkomen gaat gebeuren. En wat dan doodzonde is, is dat de directie van Netcar en nota bene de eigen vakbondsbestuurder hun het verkeerde verhaal op de mouw spelde. Een verhaal over een Amerikaanse superkoper die Netcar gaat redden. En niet alleen Netcar, maar ook nog het hele klimaat met elektrische auto's. Alles is bijna rond, maar er moet alleen nog even een klein stukje bos gekapt worden om de uitbreiding mogelijk te maken. Andere opties zijn er helaas niet. En opnieuw een verhaal waar de bronzen van VDL maar wat graag bij aansluiten. Helaas is het doel van multinationals als Rivian, maar ook van Netcar van VDL, niet hetzelfde als van de werknemers. Want waar de werkers een zekere baan en een leefbaar inkomen willen, wil Rivian, willen VDL alleen maar vette winst maken en een bedrijf laten groeien. En als de eigen vakbondsbestuurder die twee nog niet uit elkaar kan houden, dan hebben we een heel groot probleem. Wat we daarom nodig hebben is een ander verhaal. Een eerlijk verhaal waarbij we moeten toegeven dat we niet alleen elektrisch of duurzaam, maar vooral ook veel en veel en veel minder moeten gaan produceren. Een verhaal waarbij we moeten inzetten op openbaar vervoer en vooral moeten investeren in de werknemers van Netcar die dat kunnen produceren. Een verhaal waarin de werknemers niet het slachtoffer worden van al die verandering, maar een sterke stem krijgen in die transitie. En om dat verhaal, het alternatieve verhaal, te pushen, hebben we een sterke vakbond nodig die voorop loopt. En ik kan jullie vertellen dat de demonstraties in het Sterrenbos, in ieder geval bij de FNV, heel veel stof hebben doen opwaaien. Tot in het ledenparlement en het dagelijks bestuur wordt er gesproken over de gebeurtenissen van de afgelopen week hier in het Sterrenbos. En daar ben ik de bosbeschermers en jullie allemaal hartstikke dankbaar voor. Want die discussie is goed, het stof moet opwaaien. Want onze vakbond heeft wel een visie op klimaat, maar als er één werkgever in fucking Boren er zomaar voor kan zorgen dat werknemers en bosbeschermers zogenaamd tegenover elkaar staan, dan moet er iets veranderen. Dan is die visie niet sterk en duidelijk genoeg.
En dat is niet makkelijk, maar het moet. Want het is niet 5 voor, maar 5 over 12. Er zijn geen banen meer op een dode planeet. En dat heb ik niet bedacht. Dat staat in de klimaatvisie van de FNV. Dus ik roep mijn eigen vakbond op. Handel daarnaar. En wat we tenslotte vooral nodig hebben, is contact. Want onbekend maakt onbemind. We hebben gesprekken nodig, een uitgestoken hand, een zaaltje met vaag TL-licht, een wandeling door het bos. Werknemers van Netcar en sterrenbosbeschermers samen. Dat er in de afgelopen maanden en weken nog maar zo weinig van gekomen is, is doodzonde. Maar dat hoeft niet zo te blijven. Sterker nog, we kunnen dat vanaf nu gaan veranderen. En stiekem hoop ik dat er vandaag toch een aantal Netcar-medewerkers zijn gekomen. En tegen hun wil ik zeggen, laat je niet voor de gek houden. Laat je niet wegzetten als een tegenstander. Je bent hier onder vrienden, want de klimaatbeweging staat niet tegenover je, die staat naast je. En voor al die andere mensen, en vooral de mensen uit deze regio wil ik zeggen, ga op zoek. Iedereen kent wel iemand die bij Netcar werkt. Een familielid, iemand die bij je in de voetbalploeg speelt, een oude klasgenoot. Praat met hun over wat er hier gebeurt. Dat jij wilt dat het bos blijft bestaan. En je zult diegene aan je zijde vinden. Want niet alleen bos en banen gaan prima samen, maar ook werknemers en bosbeschermers kunnen niet zonder elkaar. Sterker nog, we zijn op elkaar aangewezen en laten we elkaar stevig vasthouden, want veel tijd is er niet meer. Dankjewel. Dat was een belangrijk verhaal om te horen, right? In het goede moment.